Goedemorgen. Ondanks dat we in Zweden zijn, gaat het koken natuurlijk gewoon door. Dus we gaan wafeltjes maken. Ik heb al eieren en mascarpone in de schaal gedaan. De garde ligt klaar. En onze nieuwe wafelijzer. Even openmaken. Kijk. Dus we gaan eens kijken. Er past niet zo heel veel in, maar het zal vast goed komen. Dus we gaan even bakken. Het beslag is klaar. Stekker zit erin. We gaan bakken. Nou, we zijn er al twee klaar. En nog een paar te gaan. Het mooie is, kijk, zitten vormpjes in. Dus kan je mooi in 1, 2, 3, 4, 5 stukjes snijden. Dus altijd handig. Nou, dik. Heb je weer wat te eten. Koolhydraatarm natuurlijk, hè. Kijk, poppetjes van kerstpakket van mijn werk. Oh ja. Die wat bewaard heeft wat. Kijk, staat dat busje erbij? Ja. Nou, netjes. De Zweedse poppetjes in Zweden. En die zitten te wachten. Mazeltje. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag weer maandag. Niet zo heel veel gefilmd de afgelopen dagen, want ja, we zijn eigenlijk hetzelfde aan het doen. Maar kijk, dit filmpje er even laten zien. Het zou de komende week, komende dagen echt heel slecht weer worden. Ja, het is ook niet veel soeps. Regen, 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 regen. Ja, word je wakker. En we hebben toch weer een beetje verse sneeuw. Maar toch leuk. En dat vind ik zo leuk in die dennenbomen altijd, hè? Dat die sneeuw heel mooi blijft liggen. We hebben heel veel berkenbomen, maar eigenlijk vind ik die dennenbomen 10 keer leuker. Maar goed, de berkenbomen schijnen goed te zijn om het grondwaterpeil een beetje laag te houden. Dus ja, dat is ook niet geheel onbelangrijk. Dus ja, dat zou ik jullie even laten zien. Dat is toch mooi. Maar ja, het zal vandaag wordt geloof ik weer 3 of 4 graden, dus... Het zal zo meteen wel weer gaan regenen. Dan zijn we alles weer kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Vers laagje sneeuw, altijd leuk. Ik wilde jullie nog wat laten zien, want er waren wat vragen over. Ik ga even de camera draaien. Komt-ie. Dat is de Zweedse rollator. En zo noem ik het maar. Maar dat heet volgens mij een spark. Een soort sleetje is het. Kijk, met hele lange ijzers eraan. Jacques gebruikt hem heel veel hier. Als het echt glad is, ja, het is één grote ijsbaan. En je ziet ze echt heel veel gebruikt worden. Nou, er kan nog een kind voorop zitten, of een boodschappentas, of iets dergelijks. Ja, het is eigenlijk, nou ja, ik noem het maar de Zweedse rollator. En dan kan je dus, omdat die ijzers heel dun zijn, glijdt het heel makkelijk. Afzetten, een soort steppen, en dan ga je zo... Ik zal hem nog wel een keer in actie filmen. Maar, ja, er waren wat vragen over. Maar ideaal. Even een plaatje van de omgeving. Het zal zo wel gaan regenen. Het wordt al een klein beetje ijzig. Je ziet het al eigenlijk aan mijn sporen dat het rond het vriespunt is. Nou, wat we vandaag gaan doen weten we niet. Ja, we gaan eventjes naar Exarad. Een DVD-speler kopen, want ja... We hebben geen tv en s'avonds is het toch wel lekker als je eventjes tv kan kijken. Dus geen tv, maar dan wel even dvd'tjes kijken. We hebben toch wat te doen. Maar goed, dit was het. We gaan even lekker een bakje thee doen, want we zijn net wakker. Dus wordt weer vervolgd. De motor draait. We gaan eventjes naar Exarad. Even voor een dvd-speler kijken en even een hoop. Vuil wat naast de schuur lag, hebben we verzameld. En dan gaan we even wegbrengen. Dus, het is een halve graad, dus het dooit. Ze hebben goed geschoven. Dus we gaan weer even op pad. De witte wereld. De witte wereld. Ja. Mooi, hè? Mooi, die sneeuw op de bomen. 1 graad nu. 1 graad boven hem. Het is grijs. Ja, ja.
één ding waar Exerad bekend om is, is deze prachtige kerk. En zeker nu met de sneeuw, helemaal mooi. Hallo. Hallo. Wat hebben we allemaal gekocht? We hebben gekocht een radio, een veel te dure radio. Ja. We moeten nu echt een radio hebben voor thuis. Ringen voor een dvd-speler. Niet te vinden hier. Die hebben ze nergens. Uitverkocht. Moeten ze bestellen en weet ik wat. Nou, voor de rest niks. Ja, boodschappen. En wat hebben we besteld? Een vriezer. Vrieskissie, dat is toch ook wel makkelijk om te hebben. Ja. En we hadden nog wat, een Elandbeker. Ja. En nog een paar Eland-dingetjes gekocht. Dus, nu gaan we eerst naar huis pizza's maken. Pizza bakken. Hoppa. En ik heb cd's gekocht in de auto. Maar ik heb geen idee. Kijken of we het aankrijgen. Het wordt weer tijd voor een nieuw projectje. We gaan een trappie maken, een siertrappie van Berkhout. En daarvoor heb ik al... Even kijken, waar zijn ze? Waar zijn ze nu? Oh, daar liggen ze. Een paar berkjes omgezaagd. Totaal 3. Die stonden toch in de weg. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, in de nominatie om weggehaald te worden. Ik wil de dennenbomen wat meer ruimte geven. Dus die boompjes die in de weg staan, die halen we weg. Dat hebben we dus gedaan. En van 3 boompjes gaan we proberen een trappie te maken. Al wachten wat het wordt. Nou, simpel karweitje eigenlijk. We beginnen met 2 stammetjes. Die heb ik op 2 meter gezaagd. Even de ergste moest eraf gehaald. En dan kan je natuurlijk de traptreden hier bovenop leggen, zeg maar. Hoe kan ik dat het beste even doen? En een bijltje kan je natuurlijk... Oh, waar zit hij nou? Oh ja. Kan je ze zo opdoen en dan vastschroeven. En dat is natuurlijk makkelijk. Maar je kan er ook ertussen doen. Dat is natuurlijk veel leuker. En mooier. Dus je weet al waar wij voor kiezen. Voor de makkelijke weg. We rekken 1 keer niet. Goed, we gaan dwarsleggers... op maat maken en dan gaan we ze ertussen schroeven. Nou, de volgende stap is natuurlijk de dwarsliggers. Nou, ik heb allemaal verschillende maten gezaagd. Ik ga ze zo even sorteren. Even schoongemaakt, want er zit heel veel, maar heet dat heksenmos op of zo, geloof ik. Geen idee hoe dat heet, dat groene spul. Ik zal hem even laten zien. Weet je dit? Als jullie weten hoe het heet, voor mij heeft een speciale naam, laat me weten, want ik wil het eigenlijk ook wel weten. Ik dacht hek is met heksenmos, maar kan fout hebben. Maar in ieder geval allemaal schoongemaakt met de harde bezem. En ja, dan ga ik ze erop zetten. En dan is het klusje alweer geklaard. Ja, en dat is dan het eindresultaat. Nou, goed schoonmaken. Ik kan hier naar binnen. Het sneeuwt nog steeds. Het is inmiddels middag. Maar het zou gaan dooien. En hier staat een trappie. Ik moet nog even drogen. Het is 0,5 graden. Maar het sneeuwt nog lekker door. Hij wordt geleegd. Beetje problemen met het riolering. Dus maar even laten liggen en dan gaan we weer verder kijken. Staat hij dan, het mooie siertrapje. Hij is al even goed aan het drogen, maar ik denk dat we hem boven gaan zetten in de slaapkamer. En daar heb ik ook nog geschilderd, klein beetje, dus zullen we nog even laten zien. Nou, dit is boven in de slaapkamer, dit behang zit erop. Nou, ja, smaken verschillen, maar ik vind het echt afschuwelijk. De gordijnen hangen nou een beetje raar. En hij is nog niet droog, dus hij is nog wat vlekkerig, maar die hebben we ook maar mooi grijs geverfd. En kijk eens, alle plintjes en zo zitten erop. Alleen daarboven nog, maar is goed bezig. Daar zijn we weer.
Nou, de put is geleegd vandaag. We hadden, dat hebben jullie gezien denk ik. Nou, ik ben toch wel benieuwd hoe die eruit zag, die put. Het enige probleem zit er in de afloop. En daar kunnen ze... Oh, ik ga weer in het donker. Even een beetje in het licht, zo denk ik. Nee, ook niet. Hoe werkt dat nou, joh? Zo. Nou ja, daar kunnen ze nu niks aan doen. Dan komen ze... Dan moet het een beetje dooien en dan komen ze die afloop doorspuiten, geloof ik, zoiets. En dan hoop ik dat het probleem weg is, want nu ja, gaat de tank vol en normaal moet hij dan uitvloeien, maar dat doet hij dus nu niet. Ja, daar word je niet vrolijk van. En zeker niet als hij naar de wc wil. En hij kan niet meer, je kan niet meer. Maar goed, het is voorlopig eventjes, kunnen we weer vooruit, hij is leeg. Maar ja, voor lang. Goed, het is niet altijd roze verre maneschijn in Zweden. Praat ook niet altijd alleen met Nederlands dan, als zoiets gebeurt. Maar goed, maakt niet uit. We hebben net visite gehad van onze Engelse buren. Hartstikke leuk. Ja, aan die kant wonen dus Engelsen. Hartstikke lieve mensen en heel leuk te leren kennen. En we krijgen zo meteen weer visite. Het is vandaag visite. Ja, de eerste week hebben we een beetje afstand gehouden, want ja, we waren toch een beetje verkouden en alles. Dus ja, dan kan men beter niet de mensen op gaan zoeken. Dan kan men beter een beetje bij jezelf blijven. Maar goed, we krijgen zo meteen weer Nederlandse mensen. Die hebben we ook leren kennen door de post eigenlijk. Wel de post van hun. Dus dat ben ik wezen brengen. Die wonen ja, een paar kilometer verderop. En die komen straks even een bakje doen. Altijd leuk. Dus nou, eind goed, al goed. Tot nu toe eventjes. En dan gaan we lekker vandoor met genieten. We zijn nog steeds in de klusmoot. Wat ben jij aan het doen? 6000 meter plinten erop aan het zetten. Ah ja. Ik ben er een beetje klaar mee. Ja, maar? Met die plinten. Maar? Laatste kamertje. Laatste kamertje. Dan moet er nog aardig wat geverfd worden. Maar dat komt wel. Komt best goed. Daarom, gisteren had ik dat muurtje geverfd. En de andere kant nu ook. Dan gaat het drogen. Dan is onze slaapkamer zo goed als af. Naar buiten. Nou. Room with a view. Waar zijn de hetjes dan? Daar aan de overkant zie je een huis. Daar wonen Ian en Carol Ann. Maybe they are watching. It was nice to meet you. Ja, de buren gisteren even een bakje koffie wezen drinken. En toen hebben we ook nog visite gehad van Klaas en Monika. We wonen ook hier in de buurt. Ook even kennis wezen maken, dus was gezellig. Nou, we zijn weer beneden. Mazzel, wat ben jij aan het doen? Nee. Wat ben jij aan het doen? Met je doek aan spelen. Nou ja. Dat mag, hè. Hè? Ga maar lekker spelen. We hebben weer wat gekocht. Maandag een vriezer besteld. En vandaag was hij al binnen. Dus even opgehaald. En die gaan we binnen neerzetten. Er stond hier wel een, maar die is denk ik kapot. Dus... En we hebben nu maar een hoger gekocht met laders. Dus even uitpakken. Wat heb je daar? Wat heb je daar? Pissie. Nieuwe vriezer. Ik heb hem op jacht naar de koopjes. Ja, ik kan morgen... In een elander aan schieten. Ik kan morgen eindelijk boodschappen doen. Goed boodschappen doen, hè? Zoveel lekkere dingen gezien, kunnen we het nu in de vriezer doen. We kennen ons eigenlijk afgeschoten wild in de vriezer. Ja. Bambi en Flappy. Ja. Nou, we zijn er weer blij mee. Dus, Dick, de binnenhuisarchitect. Nou, hij stond daar in de hoek, toen is hij daar gegaan. Toen naar de keuken, maar onze keuken is zo mooi. Willen we eigenlijk geen, wij noemen dat altijd al een witte koelkast, een witte vriezer, dus hij komt toch maar in de gang. Voorlopig laten we hem even zo staan, hè? Ja. We moeten altijd even 24 uur wennen, dan zien we het wel.
Stek allemaal vertonden in. Dus... Komt goed. Komt goed. Ja. We hebben weer 3 dozen. Dus, dus Preukie, wat valt er te doen vanavond? Puzzelen. Kastjes in elkaar zetten. Dressoir voor beneden en nog een nachtkastje voor boven. We werden gebeld door de Scandinavische winkel dat het binnen was. Dus we gaan weer aan de slag. Hoe gaat het met de kastje? Goed. Kijk, hij zit al bijna in elkaar. Goed hoor, ik ben er blij mee. Ik ben blij dat het allemaal bouwpakketten zijn hoor. Ja, leuk hè? Ja. Ja. Top. Nou ja, gelukkig nog een paar stapjes. En dan is hij klaar. Laten we hem even zien. Hij is klaar. Even inrichten. Wat leuke spulletjes erop. Maar het is precies dezelfde serie als de salontafel en de tv-kast. Dus het past goed bij elkaar. Goed gedaan, Breukie. Ja, het is vandaag donderdag. We gaan weer shoppen. Maar kijk, het begint te sneeuwen. Ik weet niet of het te zien is, maar het was net nog 1,7. Waar zit die? Ja, dat is haast niet te zien, hè? 0,6. Dus het is snel aan het afkoelen. Dus we zullen zo wel een witte wereld gaan krijgen. Ja, het is al een witte wereld, maar een beetje een echte witte wereld. En het fijne is, als er in een laagje sneeuw over ligt, dan is het niet meer zo glad. Want ik ben vanmorgen aardig op een plaat gegaan. Dus helaas niet gefilmd voor jullie, dus dat heb je pech. Maar ik denk dat ik morgen een beetje spierpijn heb. Maar dat zien we morgen wel weer. We gaan weer even spullen kopen. Maar goed, we hebben een vriezertje. Vriezertje staat aan sinds vanmorgen. Dus we gaan lekker een paar diepvriesdingen kopen. Altijd makkelijk. We hoeven niet meer zo vaak weg om boodschappen te halen. Dus laatste gordijnen gaan we halen voor boven. En brasses. Die gekke haakjes. Dus daar gaan we weer. We hebben weer geshopt. En we hebben een muts. Een beer geschoten. Ik zal de zijkant laten zien. Kijk, hij heeft ook een vest. Van past hij mooi bij mijn vest. Hè? Die heb ik nou even niet aan. Maar... Wat hebben we nog meer gekocht? Oh ja, boodschappen. Ja, voor in de vriezer. Dus de vriezer hebben we gevuld. En dat scheelt een hoop geld, mensen. En ik weet niet, het is een soort traditie hier in Zweden. Zet een schemerlampje voor je raam. Dus van deze hebben we er ook 3 gekocht. Doen we ook maar mee, joh. Gezellig. Hè? Nog wat gordijntjes. Kacheltje brandt lekker. Plintjes hebben we gekocht. Plintjes nog. Een paar de laatste plinten. Als het goed is. We stoppen met die plinten. Ja, huh? Klaar mee. Dus we gaan nog even alles opruimen. Houdoe. Houdoe, ik ga even zagen. Ga even zagen, oké, okay, doei. Hallo, goedemorgen. We hebben wel lekker spierpijn. Van de stuiten van gisteren. Kijk, ik ben helemaal in de... De Gorbachev, noem ik hem maar even. Brezhnev. Maar het is min 7. Dat valt op zich wel mee hoor. Dus, dat is gewoon lekker warm, de mutsie. Ja toch. En hier in Zweden hoef je nergens naar te kijken, want iedereen loopt hier voor lul. Dus maakt me niks uit. Ik ga weer eens wat nieuws doen. Uitkijken. Dat ik nu niet live plat ga natuurlijk, zou ik jullie wel mooi vinden. Maar dat doen we niet. De muziek staat er aan. Ik moet even gauw naar binnen. Even mijn muziekje uitzetten. Wat heb ik? Kijk. Ik heb een oude spiegel gevonden. Hij is wel een klein beetje beschadigd aan de randen. We hebben hem even schoongemaakt. Het is het vouwen straf. Dat is op zich goed. En dan gaan we eens even kijken. Ik heb hier wel wat hout liggen, maar dat is niet meer goed. Tenminste, hout is wel goed. Even bukken. Sorry dat ik zo dichtbij kom. Ik ga het even omdraaien, de spiegel of de camera, let op. Kijk, dan zie je de spiegel. Het idee is dus om er een soort, even kijken hoor, waar gezichtje, een soort houten framepje omheen te gaan maken.
Dan zullen we een soort berkenspiegel hebben. Ja. Dus helemaal goed. Ja, wat hebben we daarvoor nodig? Een grote dikke tak of een boom. Het zal wel een boompje worden. Ja, dat komt mooi uit. Bomen hebben we hier zat. Dus, en die kleine boompjes moeten er toch tussenuit voor de groei van de andere. Dus we gaan even op zoek naar een boom. Ja, hier staan we bij een reuze mooie dennenboom. Kijk, en hier staan twee boompjes tussen. Deze die is zo krom als... ja, hoe zeggen wij dat netjes? Zo krom als een boer, lijkt het. Maar we zeggen altijd iets anders, het lijkt erop. Maar die zou dus weg kunnen. En deze staat ook in de weg. Kleintje. Dus die ga ik er tussenuit halen. En dan kan de dennenboom weer wat beter groeien. Dan heb ik ook niet zo'n groot schuldgevoel. Dus we gaan het boompje er tussenuit halen. Eens kijken of ik dat kan filmen. Maar ik kijk het niet op de camera knettert natuurlijk. Dan moet ik zo neerzetten. Piece of cake. Dus gaan meenemen naar de werkplaats. Nou, we gaan eerst met de harde borstel. Even al die groene zooi eraf vegen. En de losse blaadjes. Dan gaan we hem op maat maken. Dus eenmaal de lengte van de spiegel, of de hoogte van de spiegel. Ja, je hoeft hem natuurlijk maar één keer te doen, dan zaag ik hem door midden met de lintzaag. En dan twee zijstukjes naar elkaar zetten. Klinkt simpel, zal het vast wel weer niet zijn. Maar we gaan even lekker tollen. Nou, de eerste balkje heb ik dus door midden gezaagd. Kijk. Dan krijg je twee dezelfde. Tenminste. Beetje in spiegelbeeld. En die komen dan op de spiegel te liggen. Zo. Het is een beetje moeilijk te zien zo met al dat hout in de spiegel ook. Maar die hebben we dus. En nu gaan we de onderkant maken. En de bovenkant maken. Nou, hout is verzaagd. Dan moet ik het natuurlijk nog op maat gaan maken. Maar toen heb ik met een dilemma. Ga ik hem nou zo maken met deze kant? Met de gezaagde kant, of even zo doen, even wisselen. Hey. Of gaan we hem zo maken? Laat maar even weten in de commentaren welke jullie zouden hebben gedaan. Ik ga even overleggen hier met de directie en dan zien jullie straks wat het geworden is. Daar is hij weer, Floppy. Directie heeft gesproken. Ik voel me een kanjo. Directie heeft gesproken, we gaan het met de houtkant maken. Dus we gaan weer verder. Nou, even een tussenstand. Alles is verstek gezaagd. Ik zet het met elkaar aan met nietjes. En hieronder is hij nog even los, om er niet precies de pistool was natuurlijk weer leeg. Zetten we aan elkaar. En dan gaat hij op de spiegel, twee dwarslatten eroverheen. Laat ik jullie ook even zien. En dan moet het klaar zijn.
Het framepje is helemaal klaar. Geniet, de spiegel erop. Nou, dicht hem helemaal mooi af. Jo. Dus nu gaan we de lat erop zetten om de spiegel vast te houden. Nou, aan de achterkant nog wat houtjes gemaakt om de spiegel op zijn plek te houden. Een stukje uitgefreesd, zodat het de spiegel goed druk op had. Dan gaan we omdraaien en dan moet hij klaar zijn. Ik moet alleen nog een dingetje maken om op te hangen, maar dat zien jullie straks. En zo is hij uiteindelijk geworden. Maar, nog schoonmaken, haakje eraan en helemaal top. We zijn er van de wandel. Het is hier vandaag prachtig mooi weer. Kijk maar. In Nederland komt er een storm aan. Hoe heet die? Eugène, geloof ik. Eunice, dacht ik. Eunice. Niet. Nou, we hopen maar dat het allemaal mee gaat vallen daar. Ja. We hebben hier windkracht 1,5. Windkracht 1,5 hebben we hier. Maar goed. Dus we hopen dat het voor jullie de schade mee gaat vallen. En voor ons ook. Want de camper staat er ook nog. Maar goed, ja. We gaan het horen. En meemaken. Wij gaan even een stukje door het bos. Sporen genoeg te zien van de elanden. Maar we lopen door de sneeuw en het kraakt een beetje, dus die zijn helemaal lang gepeerd. Ah, mooi hè. Heerlijk weer. Het is wel glad, het is een grote ijsbaan. Maar super om te lopen. Wat heb je gemaakt? Ik moest jullie nog even het eindresultaat laten zien. Oh ja. Van de spiegel. Zo is die geworden. Tadaa. Ik vind hem helemaal goud. Even een haakje eraan. Of hem zo ophangen. Of overdwars. Maar voor een eerste keer. Ik vind hem geweldig. Echt een Breukie-Berken-spiegel. Helemaal goed. De Björkhult, de Breukhovenlijn. Ja. De Björkhult, de Mazzellijn. Ja. Te bestellen. Nee. Ja, maar, stuur een e-mail naar mij. Ja, nee. Ik ben in ieder geval heel blij mee. Oké. Okay. Zo krijgen we regelmatig visite. Kijk. Gisteren waren ze met z'n vijven. Kijk naar de hand vogelvoer. We vinden de reeën ook wel lekker. Volgens mij is mijn halve vogelvoerhuisje leeggelopen. Kijk, die andere die denkt, bekijk het maar. Die vond het niet zo lekker. Die vond het niet zo lekker. Die gaat naar de buren. De ander staat nog lekker vogelvoer op te kragen. Mooi, hè? Dan loop je de hele Veluwe af, de hele, weet ik veel welke bossen af, om ze te vinden. Ja, hè? Echt gaaf. Nog een beetje dichterbij. Nee. Hoi. Nou, en zo ziet de spiegel eruit na een paar uur. Helaas. Dus. Net even te veel spanning opgestaan, denk ik. Dat is raar, want hij heeft 2 uurtjes of zo gewoon gehangen. Toen waren we even weg geweest, kwamen we terug. En toen lag hij er midden. En toen lag hij er midden. Nou. Ja. Dus. Lekker bezig geweest. Hallo. Hallo. Is het een nieuwe spiegel? Is een nieuwe spiegel.
Ja, bij deze willen we de vlog weer afsluiten. Het was een weekje weer een beetje aanrommelen. Tenminste, aanrommelen. Beetje klussen. Beetje leuke dingetjes in elkaar zetten. De ene heeft wat beter gelukt dan de ander. Maar goed, maakt niet uit. We zijn een heel eind. We zijn een heel eind. Het is tijd om bijna te gaan genieten ervan, zeg maar. Ja.